Welkom bij de eerste aflevering van Buitenspel, het sportprogramma waarin we praten met sporters, op zoek gaan naar het brein achter overwinningen en de mooiste sportgedachten delen. Dit is Xam, ik ben Nine en vanuit Tilburg is dit, ja, Buitenspel. Ja, dat kan je wel zo leuk zeggen, schoonheid, maar wat betekent Buitenspel nou eigenlijk? Dat weet ik wel, dat is met voetbal. Buitenspel, we doen een sportprogramma, ik weet wel wat Buitenspel is. Nou, leg uit dan. Dat is gewoon met voetbal. Het feit dat je eerder... Ja, vrouwen hebben geen verstand van voetbal. Nee, dat is niet waar, Oké, deze discussie gaan we nu niet voeren. We gaan gewoon lekker beginnen. Ja, we gaan beginnen. Er is geen één profvoetballer die het graag doet. Op de bank zitten en weinig aan spelen te komen. Helemaal niet als je met heel veel verwachting bent binnengehaald door je nieuwe club en als grootste talent van Nederland wordt gezien. Wij praten met hem, Jaris Schuurman, huurling van Feyenoord. We zijn benieuwd hoe hij over het leven denkt en wat hij nou allemaal uitspookt. Jari, welkom. Je bent een jonge voetballer, 19 jaar oud. Hoe is het om zo'n leven te hebben op zo'n jonge leeftijd? Ja, ik ben eigenlijk niet anders gewend. Ik ben altijd al voetballer geweest. Eerst had je natuurlijk school erbij, maar dat is nu helemaal over. Ik ben klaar mee. Ja, hoe is dat? Ja, het mooiste leven wat er is, denk ik. Ja, het mooiste leven? Ja, vind ik wel. Anders was ik het niet geworden. Nee, geen druk. Je voelt geen druk. Ja, ik het nog niet. Maar ik denk als je een aantal jaar verder bent of bij een van de grootste clubs speelt, dat je dan wel druk voelt, ja. Je zegt een van de grootste clubs speelt. Je komt eigenlijk vanuit Feyenoord, hè? Ja, ik sta onder contact bij Feyenoord. Ik ben nu een jaar verhuurd aan Willem II. Dus wat dat betreft kom ik van Feyenoord. En Feyenoord is, dat zie jij niet als een van de grootste clubs, of wel? Jawel, zeker wel. Zeker Feyenoord, wel, toch? In Nederland zeker. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog het buitenland en zo. Ik denk dat er meer druk ligt bij Ronaldo dan bij een speler uit de Eredivisie. Oké, je zegt Ronaldo. Is dat een voorbeeld voor je? Nou, een hele andere positie, maar qua trainingsmentaliteit is wel een voorbeeld, ja. En die heeft laten zien dat hij eerst zo was en nu is het een beest. Dus wat dat betreft wel, ja. Een beest. Probeer jij een beest te zijn in het veld? Nee, zo'n type speler ben ik niet, nee. Nee? Nee, ik ben een nummer 10 en daar hoef je niet per se 4x4 voor te zijn. Maar krachttraining is altijd goed. Voel je graag pijn? Nee, dan was ik denk verdediger geworden, maar... Nee, ik hou niet zo van pijn, maar ik ben wel gewoon elke middag, zeker nu met een goede vriend van mij, Matthijs Brandhorst, dat is de keeper. Dat is wel een beest. Daar zit ik wel elke dag mee in het krachthonk. Zijn zulke jongens voorbeelden voor je? Of hoe kijk je dan tegen dat? Nee, hij is meer gewoon mijn vriend. En toevallig is hij een gast die vaak in het krachthonk zat, dus ben ik maar mee gaan doen. Ja. Dus dat. Wat zijn wel hele grote voorbeelden voor je? Je zegt Ronaldo. Is gewoon een hele goede voetballer, niet per se een voorbeeld. Je hebt vrienden, maar wat zijn nou echt mensen waar je ook naast voetbal echt tegenop kijkt misschien wel? Nee, helden heb ik eerlijk gezegd niet echt. Dat heb ik ook nooit gehad, ook geen idolen of zo. Dus een man als Johan Cruijff, dat zie je niet als een held? Ja, dat is wel een held, zeg maar, voor heel veel mensen, ook voor mij hele... Dat zou je dan wel kunnen noemen, maar het is niet zo dat ik... Inspirerend zou je meer kunnen noemen. Ja. Ook buiten het veld met zijn communicatie, zeg maar. Een hele aparte man, maar wel heel bijzonder. En dat is op zich wel dat kan je wel een held noemen, vind ik. Onlangs overleden, doet dat jou dan wat als voetballer? Ja, het brengt natuurlijk wel wat met zich mee. We hadden toen volgens mij EK-kwalificatie met onder 19, dus daar hebben we wel een aantal keer een minuut stilte gehad, dat soort dingen. En dan denk je wel na van een groot persoon heeft de wereld verlaten, zeg maar, die heel belangrijk is geweest voor het Nederlands voetbal en ook daarbuiten. Ja. Over Johan Cruijff is onlangs een boek verschenen en ik kan je vertellen, Xam is afgelopen week gaan kijken bij Herman in een boekje met Herman. Het boek moet je dit weekend gaan lezen. Het meest actuele boek voor dit weekend is natuurlijk het net verschenen biografie van Johan Cruijff. Johan Cruijff heeft dit zelf geschreven, of in ieder geval niet geschreven. Het is opgetekend door Jaap de Groot. Maar de teksten zijn met toestemming van Johan opgeschreven. En dit is natuurlijk wat men allemaal wel wil weten.
het leven van. Was dit voor zijn overlijden al gepland? Dit was voor zijn overlijden gepland. En het is wat dat betreft, of het dan helemaal volledig is, weet ik niet. Want ze waren bezig en ze wisten dat hij ziek was. Dus ze hebben het proces wel versneld. Maar het is, ja, ze waren ermee bezig. Denkt u dan ook dat die boeken meer nu, ja, populair zijn omdat hij net is overleden? Of heeft u dat geen affiniteit mee? Ik denk dat het met Johan Cruijff, nummer 14, is natuurlijk zo'n begrip in Nederland. En nou, ik zeg Nederland, maar in de wereld, dat ik dit ga betwijfelen. Ik denk als die niet was overleden, dat net zo'n hype en net zo bijzonder was geweest. Want dan had je er zelfs nog over kunnen praten. Nu kan dat niet meer. Dus misschien is het zelfs wel heel voor de verkoop jammer dat hij overleden is. Wat we wel merkten toen hij overleden was, want we hebben ook een heel dik boek van Johan Cruijff, wat niet met zijn toestemming... Zoiets iets groter, ja. En wat duurder en wat niet met zijn toestemming is uitgegeven. Uh-huh. En dit kwam, dit liep als een tierenlier toen hij net overleden was. Dan is het effect van het overlijden op de verkoop van zo'n boek wat €34,95 kost. Wat kost het? Giga. €20. €20. Dus ik denk dat het nog na voor dit boek, want het is wereldwijd uitgegeven, het is allemaal op dezelfde dag. In het Engels, in het Spaans, in het Catalaans, want dat is natuurlijk erg belangrijk. Dat het misschien wel jammer is. En wat is nou het verschil tussen qua verhaallijn tussen dat boek en dat boek? Nou, dit is het verhaal van Cruijff zelf. Het feit dat hij hier al geen toestemming voor heeft gegeven, dat heeft natuurlijk ook met marketing te maken waarschijnlijk. En hij was natuurlijk ook heel terughoudend in alles wat hij niet uit eigen beheer, zou ik maar zeggen, uitgaf. Dit is zijn verhaal. Maar als u de kijker nou zou moeten adviseren, zou je dan zeggen, dit boekje lezen of dat boekje lezen? Lezen. Dit is een kijkboek. Dit is echt een, de kijker, hier staan foto's in, hier staan de wedstrijdverslagen in, hier staat, noem maar op in. Dit is interessant omdat Cruijff het zijn verhaal is. En niet, kijk, het is geen ghostwriter. Jaap de Grote, de Telegraafjournalist, heeft het wel geschreven, maar die heeft er naast gezeten. En het is niet zo dat Cruijff vertelt en de ghostwriter een verhaal maakt, maar Jaap de Grote heeft echt bijna letterlijk op moeten schrijven wat hij vertelde. En in de recensies zie je nu wel dat het ook niet volledig is. Sommige dingen missen mensen. Maar als je Cruijff wil leren kennen als persoon, dan moet je dit boek lezen. En waar is het succes van die sportboeken eigenlijk begonnen? Want zo lang zijn ze ook weer nog niet op de markt, hè? Daar heb ik wel over nagedacht, want ik wist dat je kwam. En ik kwam bij Maarten van der Weijden uit, uh-huh. Boek Beter. 4 jaar geleden, heeft hij de Olympische Spelen gewonnen in het, hoe heet dat, open water zwemmen. Maar hij heeft kanker overwonnen. Uh-huh. Dus na zijn kanker heeft hij een Olympische medaille gewonnen. Dat spreekt mensen aan. Tegelijkertijd kwam VI, het programma, met eigenlijk het eerste boek Gijp. Ja. En die twee boeken, dat zijn eigenlijk beide katalysatoren, voor mijn gevoel, in de winkel. Want het zijn ook beide biografieën. Ja, Cruijff is feiten ook een biografie. Dus het is niet zozeer de sportafdeling, het volley, het hockey, het voetbal. Het is meer de persoon. En dat is begonnen met, en ik vind het leuk om Maarten van der Weijden te noemen, omdat iedereen Gijp nog komt, want de tweede Gijp is binnen. Maar Dit is er ook één namelijk. Het is een beetje een vergeten boek, dat snappen we. Dat is oud nieuws en er zijn inmiddels al meer mensen die kanker overwinnen. Verkoopt zo'n boek dan ook alleen maar als zo'n man dan iets heeft meegemaakt wat eigenlijk niet... Als het een beetje dramatisch is, om het zo maar te noemen, want dat zie je vaak, hè, dat kicken mensen daar dan op. Ja, of het moet een fenomeen zijn, mm-hmm. Een Messi, een Cruijff, een Ronaldo. Kijk, misschien komen straks de verhalen dat Messi ook aan de kook zit.
Ik noem maar iets. Kieft hadden wij niet kunnen verkopen als het alleen maar over de voetballer Kieft ging. Dan hadden we daar 3 van verkocht, ik noem maar iets. Nee, het verhaal achter, hè, want niemand wist dat. Nee, ja. En toch bedrijf je topsport en toch sta je in de belangstelling. Dat is het drama. Dat verhaal, dat is wat mensen interesseert. En dat komt, dat het dus niet over de sport gaat, hè, maar de persoon. Dus voor deze week zegt u gewoon Cruijfflezer? Voor deze week zeg ik Cruijfflezer. 20 euro. 1999 voor mensen die pinnen. Nu zit je bij Willem II. Feyenoord is en blijft je eerste liefde, neem ik aan. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. Dat is wel zo. Hoe kom je dan nu zo'n periode bij Willem II door? Is dat echt plezier? Of is dat af en toe ook toch wel even gewoon tanden op elkaar en doorzetten? Ja, als je op de bank zit of zo, is het wel tanden op elkaar en doorzetten. Maar ja, doorkomen wil ik het niet noemen. Het is meer gewoon een ontwikkelingsjaar voor mij. En ik zit nu gewoon bij een goede eredivisieclub en we willen erin blijven. En het is gewoon hard werken en knallen. En ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Alleen is het wel noodzaak om minuten te gaan maken, maar dat gaat ook wel gebeuren. Ja. Je hebt naar je zin hier. Woon je hier in Tilburg? Ja, ik heb eigen appartement. Je hebt eigen appartement? Voor het eerst op mezelf. Hoe is dat? Ja, ik vind het heel leuk. Geen last van, tenminste last. Ik was er wel klaar mee thuis, zeg maar. Ik moest wel echt het huis uit. Ja. En nu ik op mezelf woon, ja, is het af en toe koken. Af en toe thuis bezorgd. Maar wel gewoon gezonde dingen. En heel vaak is dan niemand thuis bij mij thuis. Of mijn vriendin is er. Of andere vrienden vanuit Gorinchem. Dus ik ben bijna nooit alleen. Zou je kunnen zeggen dat jouw leven eigenlijk hetzelfde is als een leven van een andere student hier in Tilburg? Of is het toch wel echt Nee, die gaan wat vaker uit dan ik, denk ik. Die zuipen zich helemaal klem, volgens mij. Maar het is wel... het is heel anders. Die gaan naar school, die moeten leren. Ik ga naar de club van bijvoorbeeld 9 tot 5 of van 9 tot 4. En daarna ga ik naar huis en dan ben ik eigenlijk klaar. Ja. En voor hun is dat toch anders. Ja. Dus ik zou het niet willen vergelijken met studentenleven. Je gaat naar de club, zeg je. Pak je dan de fiets? Heb je een auto? Nee, ik heb een Opel Insignia, dus dat is al een prima auto. En daarmee ga ik eigenlijk overal naartoe. Ja. Ik ga nooit op de fiets. Ik heb wel een fiets gekocht. Ik heb hem nog niet heel vaak gebruikt, moet ik zeggen. Niet. Het wordt ook koud. Het wordt zeker koud. Dat gaan we zeker merken. Maar die fiets, stap je wel eens op de fiets in een korte heuvel? Pak je daar wel eens een terrasje? Ga je er echt wel eens zitten? Oh, pak wel eens een terrasje. Maar ga ik meestal met de auto. Toch wel? Ook al is het maar 4 minuten of zo. Is dat dan toch de luxe die je hebt meegekregen vanuit de wereld waar je in zit? Of is dat gewoon met dat soort dingen best lui. Dus wat dat betreft, ik denk dat het dadelijk niet de luxe die ik heb meegekregen in het leven of zo. Want ik kan ook gewoon de fiets pakken. Ik doe ook heel af en toe ga ik ook met de fiets. Ik heb hem nog niet zo heel lang. Maar ik weet niet, ik heb ongeveer 1,5 jaar mijn rijbewijs en ik vind het nog steeds wel leuk om te rijden. Ja, begrijpelijk. En je zegt, ik zit wel eens op het terras. Heb je dat nodig voor ontspanning? Heb je het dan ook over voetbal? Of hoe nee, gaat dat helemaal dan? Niet. Ik ben, als ik zeg maar niet op de club ben, heb ik het helemaal niet over voetbal. Meer gewoon lol maken of over andere dingen. Niet over voetbal. Ik ben buiten het voetbal, denk ik er ook niet aan. Ik kijk weinig wedstrijden. Waar ben je dan mee bezig? Ja, wat doe ik? Ja, gewoon met mijn vrienden hangen en met mijn vriendin. Of muziek luisteren, dat soort dingen. Daar ben ik meer mee bezig dan... Tenminste, ik ben echt bezig met voetbal als ik op de club ben. En dan blijf ik ook lang en dan train ik ook langer door. Ja. Maar als ik dan weg ben, dan hoeft het van mij niet over voetbal te gaan. Nee, dan heb je het gewoon over de dagelijkse dingen. Ja. Over je nieuwe huis of over je... Over je auto of wat ik moet gaan koken of dat soort dingen. Oké. Nu komt er natuurlijk een periode aan waarin je waarschijnlijk weer weg moet uit Tilburg. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe wil je die toekomst nu ingaan? Ja, ik ben ook niet zo iemand die ver in de toekomst kijkt eigenlijk. Eerst moet ik maar eens zien om gewoon een basisplaats te veroveren en invalbeurt te gaan maken. En dan, wie weet word ik nog een jaar gehuurd. En eigenlijk dat hebben veel voetballers weten niet waar ze volgend jaar op dat moment zijn. Dat is gewoon zo in het leven als voetballer. Dus wat dat betreft kijk ik nog niet echt naar in de toekomst. Maar ik hoop gewoon zo snel mogelijk heel veel minuten te gaan maken. En dan wie weet of ik nog een jaar hier blijf of weer terug moet.
En stel je voor, je gaat terug of je bent weer terug bij Feyenoord. Je mag die Kuip weer inlopen. Misschien krijg je op een gegeven moment zelfs wel een basisplaats. Wat doet dat? Wat gaat dat met jou doen? Ja, ik heb natuurlijk al een keer in de Kuip gespeeld voor 50.000 man. Dat was wel heel bijzonder. Was een invalbeurt volgens mij? Ja, het was een invalbeurt van 10 minuutjes of zo, 7 minuutjes tegen NEC. Ja, dat was wel heel mooi om mee te maken. Die entourage, zeg maar, die sfeer, dat is bizar. Maar ook hier vind ik dat er een goede sfeer hangt bij de supporters. Dus ze blijven je steunen. Ja. Ook al, ja, we hebben niet de beste start. Maar ze zijn wel trouw en dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, maar dat moment dat je zo ver bent, dat je in de basis komt te staan. Dat je in de volle Kuip staat en dat Ajax tegenover je staat. Denk je dan terug aan de periode die je in Tilburg hier hebt gehad? Aan de periode dat je 19 jaar was en de auto naar de Korte Heuvel pakte? Of ben jij een jongen die dan heel erg down to earth blijft en of focust op dat moment? Ja, op dat moment denk ik daar niet aan. Maar ik denk misschien daarna een interview zodat ik wel zou zeggen van ik weet nog dat, bla bla bla, dat ik hier zat of dat soort dingen. Maar op dit moment, en ik denk dat voor veel voetballers geldt, je moet gewoon denken nu. En ja, misschien is dat over een paar jaar zo dat ik een basisplaats bij Feyenoord heb. Dat is wel de doelstelling. Dat heb ik dan weer wel. Maar ja, op dit moment durf ik daar eigenlijk nog niet echt over na te denken wat ik dan denk. Zou je kunnen zeggen dat je liever vooruit kijkt dan terug? Ja, dat wel. Ik kijk eigenlijk nooit terug. Je kijkt nooit terug? Nee. Wat zijn voor jou, naast Feyenoord, naast voetbal, de belangrijkste doelen in de toekomst? Wil je graag in een groot huis wonen? Wil je graag een familie, een hond? Stel je voor, je kan morgen niet meer voetballen. Wat zou je dan heel graag in de toekomst willen hebben? Dan moet ik eerst een baan vinden, denk ik. Dat wordt wel lastig. Weet niet, misschien iets in de muziek of zo. En als ik niet meer kan voetballen, dan zou ik iets in de muziek gaan doen. Of, in de muziek? Ja, of bij mijn vaders bedrijf werken als het echt niet anders kan. Maar dat is heel lastig voor mij. Ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig geweest. Ik had gewoon de focus op het voetbal. En dat heb ik nog steeds. En ik denk er nooit over na van wat als ik geblesseerd ben. Want ik denk juist, tenminste daar geloof ik dan in, als je daarover gaat nadenken, dat het ook eerder gebeurt. Ja, je denkt positief over eigenlijk alles wat er in jouw leven gebeurt. Ja, ik ben wel een positief persoon, ja. Positief ingesteld, dat is gaaf. Je zei net, nou dan zou ik bij mijn vader gaan werken of iets. Je zou zeggen dat je dan liever trainer zou willen worden of toch wel in die voetbalwereld zou willen blijven. Wat vind je van de voetbalwereld zonder de spelers, zonder het spelletje? Het is een rare wereld, dat wel. Ja? Ja, het is wel apart, maar ja, of ik trainer zou willen, weet ik niet. Als ik stel dat ik een goede carrière heb van een aantal jaar en ik hoef daarna eigenlijk niet meer te werken, dan denk ik ook wel dat ik er klaar mee ben. Dat ik dan bijvoorbeeld 20 jaar gevoetbald heb, als ik geluk heb. En dan hoef ik niet per se trainend te worden. Tenminste, dat denk ik nu. Misschien is het dan wel heel anders, maar dan heb ik liever gewoon een gezin en twee honden of zo. Ja. En dan zal ik me na een tijdje wel gaan vervelen en dan zie ik het wel. Ja. Kun je mij als iemand die niet in de voetbalwereld zit uitleggen hoe het is om na een wedstrijd de catacombe uit te lopen en weer de voetbalwereld achter de schermen in te stappen? Je bedoelt zeg maar na de wedstrijd, als de wedstrijd klaar is? Ja, een gewone week na een wedstrijd, dan zijn de spotlights eraf. Ja. Je hebt je interviews gedaan, gespeeld hebt tenminste. Maar hoe is het om achter de schermen te leven? Ja, je bent natuurlijk op de wedstrijddag zelf, als je terugkomt, ja, dan ben je daar nog wel mee bezig. Als je thuis komt of zo, bij je vriendin of bij je vrouw. Dan denk je daar nog wel aan. Maar dan is afleiding denk ik juist goed. Of je nou gewonnen hebt of verloren. Gewoon weer, tenminste dat vind ik heel fijn. Gewoon ergens anders aan te denken. En uiteindelijk als je weer die dag daarna op de club komt, dan ga je vanzelf de wedstrijd analyseren. Dat soort dingen. Ja. Kijk je Studio Sport? Kijk je de samenvatting? Ja, dat kijk ik wel altijd. Samenvatten vind ik niet zo erg om te kijken. Hele wedstrijden, dat... Dat trek je niet? Nou, Champions League wel, maar voor de rest weinig. Premier League soms. En wat concludeer je dan als je Studio Sport zit te kijken? Je kijkt naar Willem II. Wat gaat er dan door je hoofd heen? Ja, nu gaat er in mijn hoofd dat ik liever had gespeeld natuurlijk. Maar als we winnen is het mooi om te zien. Bijvoorbeeld toen tegen Ajax 2-1. En voor de rest, ja, meestal spelen wij op zaterdagavond. Dus zie je alleen de doelpunten. Wat gaat er dan door je heen? We hebben die wedstrijd op dat moment misschien al geanalyseerd. Dus
kijk je er met een schuin oog naar of zo. Ja. Ja. Je bent iemand die van dag tot dag leeft, hè? Ja, tenminste, dat denk ik wel, ja. Jij weet niet wat je overmorgen gaat eten? Nee, totaal niet. Nee. Ik weet niet eens wat ik vanavond ga eten. Nee, precies. Dan ga ik je ook niet vragen waar je over 5 jaar bent of waar je over 10 jaar bent. Want volgens mij is iets wat iedereen van jou zou kunnen leren, toch? Dat je van dag tot dag moet leven. Ja, ik weet niet of dat goed is. Ik vind dat, zo ben ik gewoon. Het is niet geleerd, want mijn vader die is totaal niet zo. Mijn moeder is meer zo, denk ik, ook van dag tot dag. Ja. Maar ik weet niet of dat goed of fout is. Ik denk dat het gewoon heel erg verschilt per persoon. En de ene die wil graag, oké, over 10 jaar ben ik dit en over 20 jaar dat. En ik heb dat niet. Nee, maakt het je ook niet uit of het goed of fout is? Als het jou een goed gevoel geeft? Ja, als het mij een goed gevoel. Ik ben heel erg gevoelsmens, zeg maar. Als ik het fijn vind, dan vind ik het fijn. En het maakt me dan niet zo uit wat mijn vader of mijn moeder ervan zegt. Nee, nou mooi. Ik wens je heel veel plezier, heel veel geluk in Tilburg. Dankjewel. We hopen natuurlijk van harte dat Willem 2 dat komt wel goed. Komt goed? Ja, ja. Nee, dat vertrouwen we nog op. En wie weet zien we je weer terug bij Feyenoord over een tijdje. Dat komt ook goed. Dankjewel dat je was. Yo. Alsjeblieft. Yo. Bijna iedereen heeft commentaar op ze. Maar je kan ook niet zonder ze. Scheidsrechters. Hoe ziet hun leven eruit en waarom worden ze scheidsrechter? Xam ging op bezoek bij een speciale scheidsrechtersavond. We zijn vanavond te gast bij de Centrale Organisatie voor Voetbalscheidsrechters. Hier trainen de scheidsrechters en voelen ze nog talloze activiteiten meer uit. De voorzitter, Hans Houtenpen van deze vereniging, neemt ons dadelijk mee en geeft ons een rondleiding. Hey, goedenavond. Hey, welkom jongen. Train je altijd in spijkerbroek? Of, Nou, meestal aan de bar of aan de vergadertafel. Maar vanavond doen we het een keer zo. Yeah. Kan je onze kleedkamers laten zien of niet? Waar de scheidsrechters zich omkleden? Ja, tuurlijk. Ja? Nou ja, we zijn hier bij Attila. Mm-hmm. Want we hebben geen eigen locatie, maar we zijn bij hen al jaar en dag te gast. Nou, op donderdagavond wordt er getraind, zoals je achter ons ziet, door de mensen die daar zin in hebben. En verder is het een clubdag, clubavond beter gezegd. En daar kun je ervaringen van het afgelopen weekend, positief of negatief, kun je met elkaar uitwisselen. Of je kunt aan elkaar tips vragen. Sommige van ons die worden gerapporteerd en die zijn benieuwd waarom ze zo gerapporteerd worden, zoals ze gerapporteerd worden. We staan hier op een atletiekbaan. Ja. Maar daar wordt niet op gefloten, neem ik aan, of wel? Nee. Ja, misschien door de trainer, maar niet door ons. Nee, kijk, wij trainen op gras, zoals je ziet, hè, omdat we ondanks alle kunstgrasperikelen toch nog meestal op gewoon gras trainen. En ja, de atletiekers die lopen natuurlijk meer afstanden, maar wij hebben natuurlijk meer een intervaltraining. Draaien, keren, wenden, sprintjes trekken. Want dat is natuurlijk toch ook het werk wat een scheidsrechter normaal gesproken in een wedstrijd doet. Nog steeds in onze spijkerbroek, Hans. Ja, ik wil hem ook wel aanhouden als je het niet erg vindt. Dus, ja, toch wel? Ja, ik dacht misschien trekt hij hem uit. Hè. We kunnen even naar de accommodatie kijken. Maar die scheidsrechters die kleden zich nu dan gewoon met elkaar om, maar op zaterdag is er maar eentje. Of niet? Er zijn meestal voor de scheidsrechters wel aparte kleedaccommodaties bij een club. Want je kunt eigenlijk graag niet omkleden bij de teams. Dat is niet heel slim, nee. Nee. Dat geeft conflicten. Dus dat betekent dat er bij elke club zijn meerdere kleedkamers voor de scheidsrechters. Want bij een grote club zijn natuurlijk meerdere scheidsrechters tegelijkertijd actief. Dat kunnen scheidsrechters van de club zijn en scheidsrechters van de KNVB. En de scheidsrechters van de KNVB die hebben bijvoorbeeld ook de verplichting om voor de wedstrijd de assistenten even bij zich te roepen. Assistenten? Ja, wat zijn de mensen langs de kant. Grensrechters, de vlaggers. Ja. Omdat ze die mensen ook even moeten instrueren, afspraken maken, hoe ze graag willen dat de samenwerking verloopt. Dus daar heb je ook even in je kleedkamer de ruimte voor nodig. En wat je daarnaast nog eens een keer hebt, mensen die, zoals de KNVB dat dan noemt, in een ontwikkeltraject zitten of een talententraject. Ja, die krijgen ook nog trainingsavonden vanuit de KNVB aangeboden, waar dan ook weer oefenstof aangeboden wordt, zowel op het veld als wat meer theorie en uitleg. Dus zo proberen ze voor iedereen een training op niveau aan te bieden. Zijn die gasten nu ook aan het trainen? Of? Ja, je hebt nu vanavond ook een trainingsgroep waar jong en oud bij zit. En het is inderdaad nu trainingstijd, dus we zullen kunnen ze op het veld even gaan kijken. Ben benieuwd of ze er iets van kunnen. Ja, neem maar eens een voorbeeld aan. Peter, u bent de trainer van deze mannen? Ja, al 22 jaar aan de rij, op een rij. Zullen we maar aan het werk zitten dan? Want nou staat ze stil. Ja, en met deze temperatuur is het niet goed hè, om stil te staan. Nee, dat is niet handig. Oké jongens, zoals we er net hebben gedaan, rustig terug naar deze pion. Hier weer sprint, tot aan de oranje pion.
En zo verder. Wat is nou, waarom is deze oefening nou voor een scheidsrechter nou goed? Want er zit waarschijnlijk een bepaald idee achter, denk ik, hè? Daar zit een idee achter. Er is natuurlijk het korte werk. Er zijn scheidsrechters bij die van de beginpas af in een sprint heel lange passen nemen. Dit is echt om tempo te ontwikkelen. Heel kort, felle pasjes, krijg je lekker tempo van. En heeft een scheidsrechter nou een betere conditie nodig als een voetballer? Of een mindere? Of eenzelfde? Een gemiddelde scheidsrechter loopt beduidend meer meters tijdens een wedstrijd als een voetballer. Hoeveel meter ongeveer? Hoeveel kilometer ongeveer? Zou je dat kunnen zeggen? Een gemiddelde scheidsrechter loopt tussen de 8 en de 12 kilometer. En dat doen de... Ook na verlang de wedstrijd is dat natuurlijk. Ja. De voorzitter loopt hier niet meer volgens mij, of wel? Ja, de voorzitter is eigenlijk alleen maar voor feestjes en... nee, Hans traint regelmatig mee. Daar zijn we natuurlijk ook blij mee. Hans doet een stapje minder dit seizoen. En ja, hij probeert toch zoveel mogelijk erbij te zijn. Oké, jongens, dat is prima. Ruim eventjes de pion en de ladder op. Dan gaan we zo eventjes de cooling down doen. De trainer ruimt alles op. Oké, Tom. De trainer ruimt alles op, zeggen ze. Ja, bijna. 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 Die legt alles in de kast. We hebben een scheidsrechter gevonden die en voor de KNVB fluit en dit is van de CLBS en ook nog bij de KNVB werkt. Maar hij zit ook graag aan de bak. Nou, nabeschouwen noemen we dat Texam. Oh, noemen we dat nabeschouwen? Ik dacht dat is gewoon een ordinaire drankje. Maar dat, zo mogen we dat dus niet zien. Nee, eigenlijk niet. Wat doe je precies bij de KNVB? Bij de KNVB, ik werk daar als docent voetbalarbitrage en geef daar verschillende cursussen voor scheidsrechters. Pupillen scheidsrechterscursus, vereniging scheidsrechterscursus. Pupillen is scheidsrechter zeg maar, voor de ENF-pupillen, okay. Zeg maar, dus op een half veldje. De eerste stapjes van jonge mannetjes meestal op het veld om als scheidsrechter actief te zijn. Dus het is leuk om op het veld te staan als scheidsrechter, hè, om 22 verschillende karakters in goede banen te kunnen leiden, hè, zodat ze een leuke wedstrijd hebben. Maar het is ook gewoon heel erg leuk om nieuwe startende scheidsrechters te helpen bij een ontwikkeling en te laten zien hoe leuk het fluit is. Nou, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Dit was de eerste aflevering van Buitenspel. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. En ik hoop dat jij dan weet wat Buitenspel is. Komt goed, Kram. Ja? Komt goed. Fijn. Tot dan!